Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin ik het met jou wil hebben over het thema vertrouwen. En daarom kreeg deze video ook de titel Ben ik te vertrouwen en jij? Vraagteken. Nu, wat is vertrouwen eigenlijk? En wat maakt dat er zoveel mensen problemen ervaren in het vertrouwen van anderen, in het vertrouwen van zichzelf, in het vertrouwen van het leven in het algemeen? Dus in deze video ga ik wat proberen jou het begrip vertrouwen wat te verduidelijken en vooral uit te leggen waarmee dit verbonden is aan de hand van een aantal inzichten dat ik de laatste weken heb mogen ontvangen en channelen. Nu, veel zielen hebben diepe wonden wanneer het komt met betrekking tot vertrouwen rond het thema vertrouwen. En hierdoor vervallen de meeste mensen in het angstvallig vasthouden van relaties of het aanhouden van destructieve gedragspatronen of het overweldigende emoties blijven vertonen en blijven door zich heen laten stromen. Nu, wanneer je probeert op een of andere manier controle te houden, dan komt dit voort vanuit het gebrek aan vertrouwen. Dus controle en vertrouwen hangen eigenlijk heel hard en heel nauw samen. Omdat nu vertrouwen, te weinig vertrouwen is in jezelf, of in anderen, of zelfs in het algemeen in het leven, dat er voor jou gezorgd wordt, daar gaat het niet om. Het gaat echt over het stuk vertrouwen, en dat kan dus op verschillende gebieden zijn. En daarom is het belangrijk om te kijken waar de eerste keer dat gebrek of dat wat je ervaarde dat er eigenlijk iets niet te vertrouwen was, om daar eigenlijk naar te gaan kijken. En dan, daarom wil ik je eerst even meenemen naar je kindertijd. Want de eerste personen waar we ons veilig geacht waren te voelen, dat waren onze ouders of de opvoeders waar we mee geconfronteerd werden. Dus als van jongs af aan worden we aangewezen op volwassenen in de hoop dat ze het beste met ons voor hebben. Nu, als pasgeboren ziel hebben we wel de wijsheid, maar onze fysieke lichaam is eigenlijk nog niet voldoende ontwikkeld, zodat we in staat zijn of kunnen zijn om voor onszelf te zorgen. En daar komt het natuurlijk het punt. De volwassenen die ons moeten leiden en helpen tijdens het opgroeien, zijn zij zelf zielen met wonden en trauma's die nog niet volledig geheeld zijn. En dat maakt dat zij doen wat ze kunnen met de mogelijkheden die ze op dat moment zelf hebben. En de een slaagt er natuurlijk wat beter in dan de andere om ervoor te zorgen dat kinderen een warme, zorgzame plek krijgen. Zodat die kinderen kunnen ontdekken en exploreren in een veilige omgeving. En hier komt het natuurlijk. Want je moet je veilig kunnen voelen om jezelf te uiten, om jezelf te zien. En van zodra je ervaart als kind dat je niet volledig jezelf kan zijn, of dat er niemand is die je opvangt wanneer hij valt, en dat bedoel ik vooral figuurlijk, niet letterlijk, maar dan gaan we onszelf eigenlijk een stuk op. Als we merken dat we heel veel emoties hebben en we merken dat de andere daar niet mee kan dealen, dan gaan we onze emoties niet meer tonen ten aanzien van die persoon. En dat zorgt ervoor dat onze ware essentie verdwijnt en meer naar de achtergrond weggeduwd wordt, terwijl dat onze maskers tevoorschijn komen. En naar gelang de signalen dat we krijgen van onze omgeving, gaan we sociaal aangepast gedrag vertonen. Hele kleine kinderen doen dat al. En het mooiste voorbeeld is daarvan als je een kind en het kind valt. En als ouder reageer je onmiddellijk van je paniek en van je bezorgdheid. En van, oh, gaat het en lukt het en heb je je opeen gedaan? Dan gaat dat kind automatisch leren van, oei, er is iets ernstigs gebeurd en eigenlijk zou ik nu wel moeten wenen of roepen of wat dan ook, welke reactie dat is. Terwijl dat kind misschien zich op dat moment zelfs, misschien een klein beetje, maar misschien niet erg, in erge mate heeft pijn gedaan. Dus dat kind heeft geleerd van, ah oké, als ik de volgende keer val, dan moet ik beginnen wenen en is er eigenlijk een sociaal aangepast gedrag aangeleerd. Dus we leren doorheen onze verschillende kinderjaren en tienerjaren, en eigenlijk zelfs nog als we later volwassenen zijn, ook in relaties dan, hoe dat we ons moeten gedragen in de hoop om gezien te worden. In de hoop om liefde en aandacht te krijgen. Nu, naarmate dat we opgroeien, gaan we onszelf vereenzelvigen. Gaan we eigenlijk die gecreëerde persoonlijkheid gaan aanzien als wie dat we zijn. Maar dat is eigenlijk verre van onze ware essentie. En het gaat zelfs zo ver dat we in geen enkele relatie nog onszelf zijn. Maar dat we telkens diegene proberen te zijn waarvan we onbewust voelen wat de ander van ons verlangt. En zeker als je heel gevoelig bent en heel empathisch bent en heldervoelend bent, dan ga je dat eigenlijk als zowat automatisch en heel onbewust gaan doen. Maar wanneer je dan merkt dat
Ook dat biedt de vervulling en de erkenning en de onvoorwaardelijke liefde brengt, waar hij zo diep naar verlangt, waar we allemaal zo diep naar verlangen, dan slaat de ontgoocheling opnieuw toe. En ben je eigenlijk weer ontgoocheld en ga je eigenlijk weer minder gaan vertrouwen. Dus weer een bevestiging dat we zo goed mogelijk controle moeten proberen te houden op ons leven in plaats van vertrouwen dat we goed zijn zoals dat we zijn. En overgave is op dit punt heel moeilijk, want dan geven we onze veilige plek op. Ook al is die veilige plek een illusie waar dat we eigenlijk onszelf niet kunnen zijn. Nu, ik gebruik graag het voorbeeld van slaapproblemen bij kinderen. Als kind voelde ik me ook nooit veilig om te gaan slapen. Ik voelde allerlei energieën om me heen en ik wist eigenlijk op dat punt niet wat dat betekende. Laat staan dat ik op dat moment wist hoe ik ermee moest omgaan. Nu, ten aanzien van mijn kinderen kon ik hen leren wat het betekende en dat er eigenlijk niets is waar je bang over hoeft te zijn. Maar er was toch nog altijd een punt waar ze zich onveilig bleven rondvoelen. En waardoor dat ze het lastig vonden om te gaan slapen of in het donker te zijn. Nu, toen ik afstemde op dat issue of op dat thema, begreep ik dat ze eigenlijk mij toonden dat wanneer je gaat gaan slapen, je totaal geen controle meer hebt over je fysieke lichaam, over je fysieke leven. Je wordt opnieuw hulpeloos en afhankelijk van je omgeving. Dus als je daar dan geen vertrouwen in hebt, dan zal het heel moeilijk zijn om je veilig te voelen. En lange tijd vond ik het ook lastig om te gaan slapen. Want in het donker kon ik natuurlijk veel beter al die energieën zien dan tijdens de dag. Wat ervoor zorgde dat ik me niet veilig voelde. Maar, en tegelijkertijd eigenlijk ook als ik zou slapen, dat ik geen controle meer zou hebben over mijn veiligheid. Dus hoe meer ik leerde vertrouwen in mezelf, en hoe meer ik begon te ervaren dat ik veel krachtiger was, en te vertrouwen vooral, dat ik veel krachtiger was dan alle energieën die er maar zou kunnen opduiken of zijn, dat hielp me om meer in overgave te zakken en te vertrouwen dat ik één, overal en altijd beschermd werd, en dat ik eigenlijk mij ook daar veiliger kon gaan voelen. En dus ook meer vertrouwen had. En dat kan ik ook nu doortrekken in alles in mijn leven. Dus ongeacht hoe dat er zich gebeurt, ik geef mijn kracht niet langer weg aan een bron die buiten mezelf is. En zo komen we eigenlijk tot het tweede belangrijk onderdeel wanneer het gaat over leren vertrouwen. Zolang dat je iemand of iets buiten jezelf als groter, beter, machtiger, krachtiger, succesvoller ziet dan jezelf, dan ontkracht je hiermee jezelf. Je geeft je kracht weg aan een externe bron. Kijk maar eens hoeveel dat je dat nog doet eigenlijk in jouw leven zonder dat je er echt bij stilstaat. Hè? Je gelooft misschien alle informatie in de media. Kan ook van niet, hè. Maar je raadpleegt een dokter als je ziek bent. Je luistert naar je ouders over de oplossing voor het probleem. Je luistert naar de leerkrachten als het gaat over hoe dat gaat met de opleiding van jouw kinderen. En ga zo maar verder. En het zit hem echt in zoveel kleine dingen. Alleen, alle antwoorden die goed zijn voor jouw hoogste goed en voor jouw welzijn, zitten al in jou. En dat door naar binnen te gaan en aan jezelf te werken en te leren hoe je die antwoorden hoort en ziet en voelt, dan zal je krachtiger aan jezelf komen te staan. En dat is nu het grootste deel van mijn werk, is eigenlijk bevestigingen geven aan de klanten dat ze het kunnen. Door hen te vertrouwen in hun talenten en in hun haven. Vertrouwen dat ze zullen slagen. Want doordat ik hen vertrouw en hun capaciteiten en hun talenten en mogelijkheden zie, toon ik hen de weg dat zij ook kunnen vertrouwen in zichzelf en in hun talenten en mogelijkheden. Nu, nog een belangrijk iets om mee te geven is dat eeuwen geleden werd onze soort, en dan bedoel ik de menselijke soort, werd die geprogrammeerd via manipulatie van ons DNA. Zodanig dat we eigenlijk slaafse bevelen zouden opvolgen van iets buiten onszelf. Hierdoor zijn we het eigenlijk gewoon dat we onze eigen kracht weggeven aan een externe bron. Aan iets die hoger, beter, krachtiger lijkt dan onszelf. Maar dat is niet onze ware essentie. En deze manipulatie ligt aan de wortel van veel vertrouwensproblemen. Want we hebben geleerd dat de mening en de visie van anderen veel waardevoller is dan onze eigen innerlijke leiding. Dus wanneer je meer en meer experimenteert hiermee en durft je eigen leiding te volgen en het op jouw manier te gaan doen en bereid bent om 20 keer met je hoofd tegen de muur te lopen, hoe meer dat je bewezen zal verzamelen dat die manier, op dit, het luisteren, het vertrouwen ook perfect voor jou werkt. Dus laat je ook niet tegenhouden door astrologie, door tarot, door boodschappen van lichtwerkers of wat dan ook. Want ook hier durft hetzelfde patroon te gaan spelen. Wanneer dat jij gelooft wat een ander zegt,
dan zal jij automatisch die realiteit vormgeven. Enkel alleen maar omdat je het gelooft. Niets meer, niets minder. En weet dat we telkens de keuze hebben om te kiezen welke tijdslijn dat we gaan verder ervaren. En dus welke realiteit dat je gaat ervaren. Dus via jouw gedachten en via hoe dat je denkt dat dingen moeten verlopen of moeten gebeuren, creëer je eigenlijk zelf jouw realiteit. Niet omdat iemand anders of de sterren of de planeten op welke manier dan ook staan. Oké, de planeten standen kun je op een positieve manier gaan gebruiken om te manifesteren, om iets sneller te aan te trekken. Maar je blijft nog altijd zelf die controle houden. En wees je er ook van bewust dat elke ziel door zijn eigen essentie heen gaat. Dus dat betekent ook alle tarotreaders, channelers, waarzeggers, spirituele leraren, coaches, politiekers, maakt niet uit. Iedereen gaat door zijn eigen essentie. Iedereen gaat doorheen het evalueren van zijn eigen waarheid. En dat maakt dat ze dus ook enkel en alleen informatie kunnen channelen en doorgeven die afgestemd is op hun bewustzijnsniveau. En informatie die daar buiten valt, zullen zij niet kunnen herkennen. Ze zullen het zelfs niet oprapen, niet opmerken. Waardoor dat jij dan op dat moment een belangrijk onderdeel van de puzzel kan mislopen. Dus ook hier vertrouw op je eigen informatie. En ja, het is heel waardevol om met spirituele leraren en coaches samen te werken. Maar zorg dat je niet afhankelijker van wordt in die zin dat je jouw kracht weggeeft. Voel, resoneert het in jouw lichaam, neem het dan mee in je groei. Voel je weerstand, probeer het dan niet in te passen. En ja, hier is er een hele dunne lijn van toepassing, want soms zijn we zo verstrikt geraakt in onze eigen beperkingen en overtuigingen, dat we eigenlijk weerstand voelen om dat los te laten. En op dat punt is dat loslaten wel nodig, omdat we door die angst gaan. Dus voel, maar vertrouw dat als je jezelf vaststaat door een overtuiging, dat er altijd wel iemand zal zijn die jou die spiegel zal voorhouden, waardoor dat je eigenlijk dan in staat zal zijn om daar doorheen die muur van weerstand te gaan breken. Maar ook daar, vertrouw in de leiding van je hogere zelf en stem af op je ziel. Want daar ligt je pad al uitgeschreven en je hoeft enkel maar de aanwijzingen te volgen die jouw ziel en je hogere zelf aan jou doorgeven. Dus de conclusie van deze video is dat heb je vertrouwensproblemen in je relatie of in het algemeen, kijk dan wanneer dat de eerste keer is dat je ontgoocheld bent in het vertrouwen van anderen. Waar dat je eigenlijk niet zo volledig het resultaat had wat je verwacht had. Het heeft ook natuurlijk een stukje te maken met verwachtingen loslaten, maar dat is voor een andere video. En kijk ook van wanneer voel je je niet veilig meer om jezelf te zijn. Waar toon jij jezelf nog niet volledig uit angst om veroordeeld of afgewezen te worden bijvoorbeeld. En weet dat alle liefde van de wereld, of wat dat nu in de vorm van bevestiging, vertrouwing, erkenning, goedkeuring, respect, of wat dan ook is, geef die liefde eerst aan jezelf. Voel het in jezelf en dan zal dat weer spiegeld worden in de buitenwereld. Zo, ik hoop dat je weer een aantal inzichten hebt mogen ontvangen. Kijk waar dat jij je nog niet veilig voelt om jezelf volledig te zijn, om volledig jouw essentie te uiten in deze wereld. En dat zal je helpen om meer te gaan vertrouwen in jezelf in eerste instantie en dan vervolgens in de anderen en in het leven. Mocht je hulp nodig hebben en ondersteuning nodig hebben in jouw groei, dan wil ik heel graag kijken of dat we een match zijn of dat we kunnen samenwerken. Dus daarvoor, mocht je interesse hebben, stuur een mailtje of contacteer me via de website. En dan kijken we wat dat je nu op dit moment nodig hebt. Zo, tot in de volgende!